David Goffin heeft zich vrijdag geplaatst voor de halve finales van de AAP World Tour Finals. De Belg verzekerde zich van een plek bij de laatste vier door in zijn laatste groepswedstrijd Dominique Team te verslaan. Goffin rekende in de O2 Arena in Londen in twee sets af met team. 6-4 en 6-1. Door zijn overwinning eindigt hij in de groep Sampra's als tweede met vier punten. Bij de laatste vier neemt de nummer acht van de wereldrangelijst dat zaterdag op tegen Roger Villier. De Zwitser werd dankzij drie overwinningen eerste in de groep Becker. Tegen team kwam Goffin met 0-3 achter. Maar gaf hij in het vervolg van de eerste set nog slechts één game weg. In het tweede bedrijf nam de 26-jarige Belg snel een breekvoorsprong en maakte hij het na 1 uur en 12 minuten af op zijn tweede matchpoint. Eerder deze week verraste Goffin in zijn openingspartij Rafael Nadal. Die zich vervolgens terugdrok voor de rest van het toernooi vanwege een slepende knieblessure. In zijn tweede wedstrijd moest hij zijn meerdere erkennen in Grigor Dimitrov. De Bulgaar plaatste zich door die zege al voor de halve finales van het prestigieuze eindejaarstoernooi. Dimitrov speelt later op vrijdag in zijn laatste groepswedstrijd tegen Pablo Carino Busta, die de plek van Nadal nam. De mondiale nummer 6 gaat zelfs als hij in 2-set verliest van de Spanjaard als groepswinnaar door. In de halve eindstrijd speelt Dimitrov zaterdag tegen de Amerikaan Sock, die zich donderdag verrassen bij de laatste vier schade. Titelverdediger Randy Mara en Novak Jokovic, vijfvoudig winnaar van de AAP World Tour Finals, ontbreken dit jaar op het prestigieuze toernooi.